Ik ben geboren in Steenwijk en ik heb altijd in Eesveen gewoond. En ik wilde eigenlijk in de buurt graag blijven wonen. En aangezien er niet zoveel bouwkavels zijn, ja, dan valt mijn keuze automatisch op landgoed Wolberg. Er zijn maar weinig kavels te koop hier in de omgeving. En zeker van deze omvang en zo'n mooie locatie liggend aan het water. Dus ja, eigenlijk is het automatisch hier wel op terecht gekomen. En uiteraard zijn er meer kavels, maar ik vond dit wel een van de mooiere kavels. Ik ga het zelf bouwen en mijn vriendin gaat gelukkig meehelpen. We gaan in ieder geval de ruwbouw helemaal zelf doen en het installatiewerk en de technische installaties, dat laat ik doen. En ik heb dus twee keer eerder een huis gebouwd en daar weet ik alles precies van hoe ik het wil hebben en hoe het zou moeten. Maar de stijl is natuurlijk ook bekend van de architect Frank Lloyd Wright. Maar het wordt een bungalow, dus het wordt één verdieping. Er komt geen verdieping op en geen kelder eronder. Alles begaande grond. Wat ik belangrijk vind is dat we vlakbij het bos wonen. We lopen eigenlijk vrij veel hard, een keer of 4-5 in de week. Mijn vriendin ook. En het is natuurlijk makkelijk dat je zo vlak bij het bos woont. Het is heerlijk om te lopen. Ik vind bos mooi en ik vind water ook mooi. We zijn vroeger altijd met de boot weg geweest. We zijn altijd wezen varen. Ook weekend en ook op vakantie. Dit is van een hele mooie combinatie. En water en bos vlakbij. Als het afgelopen is, ga ik nou even zwemmen.